Hoi, ik ben Dirk-Jan van Esselente.nl en net als ik heb jij waarschijnlijk ook een brandend ontkalkingslampje op je De'Longhi Magnifica. Ik leg je in 3 simpele stappen uit hoe je deze kan ontkalken. Pak alvast een bak om het water op te vangen en de ontkalker erbij en dan gaan we beginnen. Stap 1. Haal de watertank uit de machine en verwijder het filter. De watertank gooi ik leeg. En doe er vervolgens 100 ml Esselente melkzuurontkalker in. Plaats de tank vervolgens weer terug in de machine. En zet de schaal onder de koffieuitloop en het stoompijpje. Stap 2. Om de ontkalkingsprocedure te starten, druk ik 3 seconden op deze knop. Vervolgens zal de volledige oplossing door de machine heen lopen in de lekbak. Hiervoor heb je een lekbak van ongeveer 1,5 liter nodig. Ik heb hem 3 seconden ingedrukt en vervolgens zet ik de stoomknop in een vloeiende beweging helemaal om. Stap 3. Op het moment dat alle ontkalkingsvloeistof is doorgelopen, beginnen deze 2 lampjes te knipperen. Ik zet de knop weer in een vloeiende beweging terug. Laat hem even uitlopen en leeg vervolgens de lekschaal en spoel de watertank om en vul die met schoon water. Plaats de tank terug, de bak weer onder de koffieuitloop en het stoompijpje en ik zet de knop weer terug in een vloeiende beweging. Hij zal nu al het water in 1 keer laten doorlopen en zo spoelt hij de machine goed schoon. Al het water is doorgelopen, ik zet daarom de knop weer terug. Het ontkalken is klaar. Ik gooi de bak leeg en vul de watertank weer. Ik zet het waterfilter er weer in. En plaats vervolgens de tank weer terug in de machine. Het ontkalken is hiermee klaar. Goed gedaan. Op deze manier houdt de machine in topconditie. Wil je ook weten wat je nog meer periodiek aan de machine kan doen? Kijk dan naar dit handige filmpje.